mag ik een heel hartelijk applaus voor Geert Buijzen. Dankjewel, de microfoon ondertussen, je kunt allemaal staan. Dank voor de uitnodiging vanavond. Ik ga jullie wat inderdaad vertellen over how science meets the Iceman en hoe ik daarbij betrokken ben geraakt. Dat ga ik doen aan de hand van het verhaal, namelijk een wereldrecord wat we zojuist neer hebben gezet met deze 25 mensen onder leiding van the Iceman op de Kilimanjaro. In 48 uur in korte broek de top van de hoogste berg van Afrika beklimmen. De wetenschap zei dat het onmogelijk was. Maar toch deden wij. Hoe kan dat nou? Daarvoor moet ik eerst kijken naar Wim Hof, die Iceman. U kent hem allen als de baas over zijn eigen lichaam in extreme temperaturen, extreme omstandigheden. Hoeft weinig introductie verder. 44, 50 jaar. Hij heeft inmiddels 23 wereldrecords op zijn naam staan en counting. Veel daarvan in ijskoude. Bijvoorbeeld op zijn blote voeten een halve marathon boven de Poolcirkel. Twee uur in ijsklontjes, maar bijvoorbeeld ook in de Sahara, waar die dan in extreme hitte zonder te drinken een marathon heeft kunnen lopen. Dus het gaat om baas zijn over je eigen lichaam in alle extreme omstandigheden. Nou, dat vindt de wetenschap natuurlijk razend interessant. We onderzoeken hem al jaren en wat nou steeds interessant wordt, is dat wat hij kan, dat anderen dat ook kunnen. En dat laat hij nu zien. En hij is nu eigenlijk de wetenschap aan het coachen van jongens, dit moeten jullie onderzoeken en deze mensen moeten jullie onderzoeken onder mijn leiding. Dus hij geeft die workshops, hij legt ons uit wat wij moeten onderzoeken, wat we kunnen zien. En hij geeft lezingen. Ik daarentegen heb misschien iets meer inleiding nodig wat dat betreft. Ik ben pediatricus in de opleiding en ik zie mezelf graag als innovatief wetenschapper. 31 jaar nog maar één wereldrecord op naast staan, maar dat denk ik ook wel zou houden. Opgegroeid in Frankrijk en Italië, teruggekomen naar Nederland om aan de Universiteit Leiden geneeskunde kunnen studeren. Met een toptalentsubsidie van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek naar Harvard gemogen om daar een promotieonderzoek te doen op een heel ander onderwerp, met het General Hospital. En terugkomen met een leuk proefschrift over polstraumatologie, een heel ander onderwerp nogmaals. Cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en nu aan het specialiseren voor een beetje chirurg. En daarnaast doe ik dus heel veel innovatieve wetenschap en mocht ik met dit mee top. Zo begon het allemaal, het wetenschappelijk congres wat zojuist heeft aangehaald. Gewoon een traumachirurgie congres wat dan afgesloten wordt door een inspirationele lezing. En dat was interessant. Dat was namelijk professor Pickers van het Radboud Universiteit. Die een heel interessant onderzoek had gedaan voor Wim Hof. En zij vertelde eigenlijk samen hoe dat onderzoek was gegaan en wat de resultaten daarvan zeiden. En hoe Wim in staat was om zijn autonome zenuwstelsel te beïnvloeden. Ze deden een endotoxine-experiment. Ze spoten een nepbacterie als het ware in het bloed, wat een hele ontstekingskaskade dan veroorzaakt. Dan namen ze allemaal bloedsamples op verschillende tijden. En dan zagen ze dat de bijnierschorshormoon veel hoger was bij Wim dan bij al die proefpersonen die ze tot dan toe hadden onderzocht. Maar belangrijker nog, dat de ontstekingseiwitten bij hem veel lager waren dan anderen. En daar wordt het interessant. Want als jij je ontstekingseiwitten kan controleren, je ontstekingsreactie, dat zou een enorme potentie kunnen hebben voor autoimmuunaandoeningen bijvoorbeeld. En ik zag al van hoe dit mogelijk in dit kliniek geïmplementeerd zou kunnen worden. Dus ik was geïnteresseerd. Ik wilde weten hoe het ging. Ik ging met hem mee op reis in de Pyreneeën. Daar geeft hij dan workshops, cursussen en reis. Ik leerde al zijn trucjes. We gingen meteen in de volle ijskoude, ijsbaden, noem maar op. We gingen een berg klimmen, de Monte Perdido, 3500 meter hoog. En binnen de kortste keer had ik ook controle over mijn eigen. Fantastisch, dank u. En daar is de leermeester zelf, op 3500 meter, met een klein groepje mensen. En toen ontstond het idee om een nog veel hogere berg te gaan beklimmen, namelijk de Kilimanjaro. En dan in 3 dagen in korte broek. En de wetenschap achter dat onmogelijk. Dit plan ontstond, in control van Kilimanjaro. Later werd het Conquer Your Challenges, waarin 25 mensen dus onder leiding van Wim Hof die berg moeten beklimmen. Een aantal van hen met reuma, ziekte als kanker, ziekte als Crohn. Heel ernstig aandoening, maar mensen die echt de baas zijn over hun eigen lichaam en die gewoon zich niet hun lot als het ware accepteren. Elkaar van weg. Nou, dat bracht heel veel media met zich mee. Er stonden verschillende kranten, Discovery Channel kan opnames nemen waarvan deze prachtige opnames zijn gemaakt. En wij trainden keihard. Minimaal 6 maanden lang, sommigen al veel langer. Om in staat te zijn omdat het autonome zenuwstelsel de baas te worden. En dit maar vertellen over hoe wij dit allemaal wel gingen doen.
En dat het allemaal ondanks dat de wetenschap zei wel mogelijk was. Maar je ziet mij daar ook een beetje op kijken als die sceptische wetenschapper van ja, ik weet ook dat de wetenschap zegt dat dit helemaal niet zo rooskleurig is en dat het levensgevaarlijk is. En dat de kans van slagen eigenlijk heel erg klein is. Dat namelijk het merendeel, naarmate je hoger komt, dat de Kilimanjaro 6000 meter hoog, naarmate je boven de 4000 komt, ernstige hoogteziekte heel erg toeneemt. Meer dan de helft krijgt ernstige hoogteziekte. En dat kan dodelijk aflopen. En de succespercentage ligt heel laag. 61% in 4 dagen, rond de 50-80% in 5 dagen, verschillende groepen. Maar zeker niet 100% of daar in de buurt. En daar kwam ook zo'n review over in de New England Journal of Medicine. Waar met precies zo'n casus van een gezond iemand die de Kilimanjaro bekent, hoe gevaarlijk het wel niet is. En dat de categorie waar wij in vielen, die hele snelle beklimming, dat je daar in het allerhoogste risicogroep zit wat hoogteziekte en wat ja, ernst van lichamelijke aandoening betreft. Onder andere hersenedem, al dat soort dingen. Maar toch dacht ik, hij heeft al vaker laten zien dat dingen mogelijk zijn. Ik sta er wel open in, ik ben die open-minded wetenschapper die daar wel open is dat dat kan. Dus ondanks wat mensen zeiden, de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging gaf een negatief reisadvies. Hoogte-experts zeiden, dit is niet mogelijk. Expeditiearts wilde niet mee, want die vond het een groot risico. Maar daar stond ik dan als deelnemer, ja, toevallig ook arts. Dan moet je maar mee, dan moet je het maar doen. En ik deed het op gevoel en dat voelde goed. Ik dacht, we doen het. Ik ga me heel goed inlezen in alle theorieën van hoogteziekte, hoe het precies werkt. En ook proberen te benaderen, hoe kan het dan toch werken? Nou, ik denk dat hoogteziekte onder andere, of in essentie eigenlijk, hyperbare hypoxie is. Dus een tekort aan zuurstofgehalte, want op de top van de Kilimanjaro is minder dan de helft van de zuurstof van op zeeniveau. En door die onderdruk kun je daar dus minder van opnemen. En dit is dan een hypothese, een van de vele, waar ik me wel in kan scharen, dat het centraal zenuwstelsel een disproportioneel hoge zuurstof demand heeft. Dus hoe konden we dit dan oplossen? Waar iedereen rechts gaat, moesten wij links. Wij moesten iets radicaals anders doen dan anderen, anders gingen wij het ook niet hebben. Hun zei, mijn methode is het succes, dat gaat het doen. En dat bestaat uit koude, exposure, mindset, breathing. Maar ik dacht, ja, van al die dingen moeten toch de focus leggen. Mijn inzicht is het meest op de ademen. Want als zuurstof tekort je grootste vijand is, wat is dan je grootste vriend? Zuurstof. Dus als je 2 keer zo weinig zuurstof op de top hebt, dan moet je dus minimaal 2 keer zo snel ventileren. Wil je dat compenseren? Dus we gingen een aantal safety measures, een aantal veiligheidsmaatregelen nemen, een heel aantal om het toch veilig te laten doen, die klim. Dus we gingen gecontroleerd hyperventileren. De hele klim, en ook tijdens rust in de kampen, en ook gedurende de nacht, gewoon iedereen wakker maken. Halverwege de nacht met z'n allen een half uur lang ademhalingssessies gaan doen. En een aantal andere maatregelen, en voornamelijk ook een safety check is met een buddy die je continu checkte. En het idee was om de zuurstofsaturatie boven 90 te houden, want die kan bijzonder laag uitkomen. Ik had een mooi paramedisch team, Robert Brisman en Daniel de Weding, die ik echt dankbaar ben voor hun hulp. En dit is een van de dingen die we deden. We hadden namelijk een seniorbaas, 65 jaar, de oudste van ons. Die liep voorop, want die moest het tempo aangeven. Degene die het minste conditie heeft, die moet je voorop zetten, want je moet heel langzaam omhoog. Heel langzaam versneld acclimatiseren. Dus we liepen als marsmannetjes omhoog, zo. Zo loop je achter hem op. En dat was de truc. En hier tijdens de rustkamp, hoe we dit soort ademhalingssessies deden, hoe de safety checkers continu werden ingevuld om de zoveel uur, om te kijken wat voor mate van hoogteziekte je op dat moment had. Af en toe een truc om te laten zien dat je nog steeds controle over je lichaam hebt en de omstandigheden waren bar. Het is niet Afrika wat u gewend bent met de hitte, nee, het is daarboven echt bijzonder koud. En we hebben sneeuw, we hebben hagel, regen, alles in ons gat. Hier komen we aan het basecamp waar Wim Hof ons opwacht. En de volgende dag gaan we naar de top en je ziet daar al die prachtige gletsjers, wat dus ook laat zien hoe koud het daar wel niet is, want het was daar bar. Min 16 graden gevoelstemperatuur, keihard snijdende ijskoude wind die door ons heen kwam. En de grote biggles, die lukte het ook niet helemaal om tot de top te komen, alleen in korte broek. Dat lukte er uiteindelijk 11 van de 26. Maar we kwamen er wel. En deze jongens komen hierboven. 24 van de 26 haalden de hoogste top en de andere 2 haalden de andere top. En belangrijk nog zonder ernstige hoogteziekte. En daar ging het ons om. Ik was er één van. En dan is het feest.
En hier ziet u de senior beneden. Geweldig feest met alle dragers en een enorm team van Tanzanianen die ons daar begeleiden. En waarom is het feest niet alleen omdat we een wereldrecord neer hebben gezet, dat we de snelste beklimming ooit hebben gedaan als groep, maar ook omdat we misschien wel een medische doorbraak hebben op een niveau van hoogte zien. Oordeelt u zelf. Dit zijn gegevens van recente trials die omhoog zijn gegaan in 4 van 5 dagen. Het succespercentage was 61,50%. En ernstige hoogteziekte meer dan de helft. Dan kwamen wij niet waar we in 2 dagen gingen doen. En dit voorspelde van ons minder dan 1/3 zou halen. En meer dan 80% zijn ernstige hoogteziekte worden. En wat behalen wij? 92% halen we. En 0%. En dat is wat mij betreft een medische doorbraak. Dat we de ernst van de hoogteziekte wisten te controleren. Wij wisten ook mensen die matige hoogteziekte hadden met die ademhalingstechnieken terug te brengen tot een milde hoogteziekte. Ja, dat is groot nieuws, dat moest verspreid worden in de media. Hier zit de senior toen we beneden aankwamen over de Tanzaniaanse televisie. En hier vertellen we het verhaal van de Maasai, die natuurlijk ook een prachtig verhaal vonden in de Maasai-stam. Hier bij Paan Witteman, waar ik ook nog eens een keer benadruk dat het niet gaat om genezen. Het gaat niet om dat we een wondermiddel hebben. Maar het gaat om het feit dat je meer potentie, of dat je meer uit jezelf kan halen. Dat je je potentie helemaal kan aanspreken, dat je meer kan. Kwaliteit van leven, daar gaat het. En dat is onze toekomst directions in het onderzoek. We zijn vol bezig met de wetenschap. Op dit moment in het Radboud loopt een hele belangrijke studie, waarvan de resultaten binnenkort worden gepubliceerd, waarvan nog niets mag zeggen vanavond, helaas. Maar wij gaan verder met het Reumafonds. En als alles doorgaat, hebben we in het najaar van dit jaar gaan we de eerste klinische trial doen met Reumapatiënten. Proof of concept. Werkt deze methodologie ook bij autoimmune aandoeningen bij Reumapatiënten? Ik wil u hartelijk danken voor de aandacht. Cursus deel is natuurlijk ook heel dat geleidelijk gaan opbouwen en dat gaan trainen. En werkt het? Ja, en wat is dan de medische wetenschap? Nou ja, dat weten we niet helemaal, maar een paar dingen weten we. Nou, hier gaat het dus om hoe generate your inner heat. Dat kan dus door zijn workshops te volgen via Inner Fire. Maar een van de theorieën is, en dat is ook een van de technieken die hij doet, het lijkt me leuk om straks een experiment met jullie te doen. En dat is gebaseerd op het bruine vet. Het bruine vet is hetgene wat baby's nog hebben, wat een aantal zoogdieren hebben, wat warmte genereert in tegenstelling tot wit vet. Het bruine vet, dat raken wij kwijt naarmate wij ouder worden, maar met name in de huidige maatschappij, omdat we allemaal kleren dragen en dat we allemaal geconditioneerd zijn op 21 graden. Nou, waar zit dat dan? Dat zit met name in deze regio. En er is aangetoond door een Nederlandse groep uit Maastricht, dat je dat bruine vet kan activeren in de koude, dat je dat kan genereren. En Wim heeft een aantal technieken en die denkt ook dat je daarmee dit kan activeren. En dat laat hij ook zien. En vanavond, als verrassing voor jullie, heb ik Wim Hof uitgenodigd om met ons een experiment te doen. Om te kijken of jullie ook in staat zijn om dat bruine vet te activeren. We gaan straks een experiment doen, als degene die het leuk vindt om daar aan mee te doen. Waarin hij ons gaat laten zien hoe we dat bruine vet kunnen activeren. En dan mag u zelf oordelen of u zich daarna warmer voelt. Leuk toch? Dat is allemaal een beetje wetenschap. Dus laten we maar eens gewoon een proef met zon nemen. Dit is het gebied dus waar het bruine vet zich voor het meeste zit. U heeft er nog allemaal wat van. Misschien de een wat meer dan de ander. Misschien de andere wat minder dan de nieuwe. Maar laten we eens kijken of het... Ik weet niet of het op die manier werkt. Maar laten we eens kijken of dat kan. Dus ik wil graag naar voren roepen. IJsman Wim Hof. Alsjeblieft. Dankjewel.
Ja, mooie lezing. En mooie resultaten eigenlijk. Ik was benieuwd wat hij allemaal te vertellen had over die methodiek die we aan het ontwikkelen zijn. En hij mocht niks zeggen over de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat in samenwerking met de Radboud heeft plaatsgevonden, maar binnenkort wordt dat gepubliceerd in een van de belangrijkste medische tijdschriften van de wereld. En het is toch zo, wij weten de resultaten eigenlijk al, en dat mag ik best wel zeggen, dat we de eerste groep zijn om het aan te tonen dat het autonome zenuwstelsel wel degelijk te beïnvloeden is. En dat in relatie tot het immuunsysteem, dat zal een andere kijk teweeg brengen op wat wij denken van ziekte en ziektevorming en heling. Oké, dat is een toekomstperspectief en daar zijn we mee bezig. Dat is goed. Nu hebben we het over het bruin vet. Bruin vet heb ik pas geleden in Maastricht Universiteit een experiment gedaan over 2 dagen. Waar ik 2 keer een CT-scan over me heen ging om te kijken hoe dat bruin vet zich ontwikkelde, ja of nee. Dus, experiment? Oké. Oké. In plaats van de bruin vet activatie, laten we die toch maar doen. Kom Joost. Ontspan. Dan diep in. Laat gaan. Diep in. Alles in, alles helemaal uit, alles helemaal in en vasthouden. En dan contraheer, samenspan je het borstgedeelte vanuit de longen. En laat je weer gaan. En opnieuw, diep in. Oké, diep in, laat gaan, alles in, blok, samenspannen, borst. Werkt dat duidelijker, omdat je daar koud hebt en dan gaat het van binnenuit. Hier is het natuurlijk warm. Maar als we hiermee zouden doorgaan, dan zouden we van een minuutje of 10 wel transpireren. Kijk zelf maar hoe je je voelt, wat je ervaren hebt. Dit werkt in ieder geval voor ons in de bergen en boven de pols enzovoort. En het liet zien duidelijk op de universiteit in het experiment dat we 5 keer meer energie konden teweeg brengen dan andere testpersonen in het verleden ten aanzien van bruin vet. Mag ik even iets vragen? Ja. Is het niet zo dat je van hyperventileren zo gaat transpireren en het warm krijgt? Ja, maar hyperventileren is verzurend, een verlies van controle. Dit is alkalisch, heeft zich ook al bewezen. Dus het verwacht zich met dat woordje. Wij gebruiken een bepaalde techniek om het lichaam juist te ontzuren, waardoor de geleiding in het lichaam beter gaat worden. Wim, bedankt voor deze.
voelden mensen, wie voelde er wat warmte in zichzelf? Toch al bijna de helft, hè? Misschien wel iets meer dan de helft. Leuk, nou dank jullie voor deelname aan het experiment.